Hey, hallo allemaal, goeiedag, uh, welkom to the show. Uh, mijn naam is Rudy Boksman, ik uh, woon in Hengelo, uh, nabij Enschede in uh, Nederland. En ik ben uh, een van de ontdekkers van de beroemde duplicatiewet. En uh, heel veel mensen mij hebben mij opgebeld naar aanleiding van de eerdere video's. Uh, waaronder ook in Nederland van uh, Rudy, leg nou eens in Nederland uit hoe werkt dat nou precies allemaal. Wel, uh, in 1998 ben ik de ontdekker geweest van de Duplicatiewet. En de Duplicatiewet is een wet die alles kopieert wat wij doen. Niet alleen wat wij doen, ook wat wij zeggen en wat wij denken. En waarom is dat nou? Omdat uh, wij zijn gemaakt van atomen en moleculen. Maar het kleinste deeltje zijn natuurlijk atomen. En rondom ons heen zijn ook atomen. En verrek, die atomen die hebben een magnetisch, elektromagnetisch veld om zich heen. En alles communiceert met elkaar. En het maakt totaal niet uit uh, waar je op bent op deze aarde. En we hebben zelfs gemeten dat zelfs in ons universum diezelfde wet uh, het nog doet. Ja, zo simpel is het. Tot aan Saturnus aan toe. Dus als het bij, uh, al bij Saturnus in de buurt is, dan nog verder ook. Het maakt ook allemaal niet uit. Um, wel, wat gebeurt er ongeveer? Um, op iedere originele gebeurtenis, die 100% is, volgt automatisch iets later in de tijd. En die tijd is uh, willekeurig, oftewel in het Engels random. Het is nu een beetje wetenschappelijk aan het worden. Uh, en wat gebeurt er dan? Er gebeurt uh, het volgende. Op elke 100% originele gebeurtenis, daar volgt een 80% uh, duplicaat, oftewel kopie op. Uh, en daar stopt het. Mocht het nou zo zijn dat het origineel zo heftig is, uh, dan kunnen er twee uh, duplicaten, oftewel kopietjes, ontstaan. Die ongeveer 80% zijn uh, in volume. qua het uh, 100% origineel. Uh. In ieder geval, um, wat kan je daarmee doen? Ik ben namelijk niet de enige die dat heeft ontdekt. Dit idee gaat al veel verder terug in de tijd. En um, die Natuurwet, die al duizenden, zo niet miljoenen jaren bestaat. Uh, daar werd al dingen mee gedaan um, in dit boek. En ik zal je straks vertellen waar je dat kan uh, downloaden. Uh, daar staan namelijk een heleboel verhalen in waarvan iedereen dacht: oh, wat vreselijk, oorlogen, nare dingen die mensen overkomen. En niemand die maar iets doet, zelfs Gods niet. Hé, hey, maar daar is dat boek ook niet voor gemaakt. Nee, we zijn juist achtergekomen dat dit boek uh, namelijk ons wil leren wat die natuur wat doet. Op elke 100% originele gebeurtenis. daar ontstaat een 80% kopie op. oftewel duplicaat. Dat gebeurt er. Het is een natuurwet. net als de zwaartekracht. Het is een bestaande wet. En wat mensen bedacht hebben. wacht eens even. Als, je, als er toch een kopie ontstaat. op elk origineel. wat zo'n beetje rondom je gebeurt. dan kunnen we ook originele gebeurtenissen aanmaken. En dan wachten op de kopie. Ja, zo simpel is het. Wel, en daarmee werden onder andere uh, heel veel dingen gedaan, onder andere uh, zieken genezen van de meest vreselijke ziekte, onder andere huidziekten, dus ook kanker. Ja, het is zo simpel. Uh, wat werd toen er nog meer mee gedaan? Als je problemen had met goederen, je had bepaalde dingen niet om te eten um, of goederen. Dan kon je die natuurwet ook gebruiken om eraan te komen. Ja, zo simpel is het. Uh, dit boek gaat er helemaal over. Ik ga je nu vertellen waar, uh, waar je hem kan vinden. Uh, dit boek is uh, downloadbaar op watchtower.org. En dan moet je niet meteen denken: oh god, dat zijn de Jovas getuigen. Daar ben ik ook geen een van. Meer vroeger misschien wel. Maar wat ze wel hebben is een goed leesbare Bijbel. En dat zie je niet veel. Uh, rondom hier in Nederland, dan alleen daar. Hun die hebben een hele goede, goede bijbel gemaakt, die goed leesbaar is in goed Nederlands. Trouwens, niet alleen in Nederlands, een beetje elke taal hebben ze hem gemaakt. Uh, Chinees, Grieks, uh, you name it, elke wereldtaal die zo'n die, die beetje beschikbaar is, daar hebben ze hem in gemaakt. Dus die kan je daar downloaden, uh, onthou even die naam, Watchtower. Dot .org en ORG staat voor organisatie in het Engels. Dus uh, daar kun je hem downloaden. Ze dus hebben een online versie, maar je hebt ook een, um, een beschikbare versie die je op je uh, smartphone kan zetten of op een, elke computer die je maar wil, elk tablet die je maar wil. Daar kun je hem downloaden. Dus watchtower.org. En dan moet je hem even zoeken. Ja, ik heb het ook gedaan. Dus uh, ik heb hem nu op verschillende tablets en uh, smartphones hier gezet. Dus uh, ik gebruik hem altijd. Um, ik laat je nu zien wat die natuurlijk doet in het Engels. Je kan hem zelf vertalen naar het Nederlands, want hij hangt altijd standaard in het Engels boven mijn uh, tv. Dus uh, kijk maar eens. Nou, je kan die video, uh, als het te snel ging, uh, her, uh, keer op keer uh, herhalen. En natuurlijk ook stopzetten op die kaart die ik je nou net heb laten zien. Dat is wat hij natuurlijk weer doet. Um, hij maakt van een origineel, later in de tijd, een kopietje. Ik heb het met eigen ogen gezien. En um, de tijd tussen origineel en kopie, dat is van drie seconden, wat ik heb meegemaakt. Tot vrij verre jaar, maar de lol is: het is op de praktisch dezelfde locatie. Uh, ja, dat is interessant. Dus we kunnen die natuurwet manipuleren. We kunnen origineel aanmaken. En dan wachten op de kopie later in de tijd. En dat is een interessant gegeven, want dat deden ze vroeger ook. En ik claim niet dat ik dat ding zelf heb gevonden. Ik ben een van de weinigen die het heb ontdekt. Maar anderen die waren er al druk mee aan het experimenteren. En uh, er wat mee doen. Ja, zo simpel is het. Er werden zieken mee genezen. Uh, heel dood simpel. Um, ja, het is, het is zo simpel. Zo heb ik, uh, als het gaat eigenlijk om goederen en je hebt toevallig geen geld, dan kun je ook aan bepaalde dingen komen uh, zonder ervoor hoeven te betalen. Ja, bijna zwart gratis allemaal. Dus zo ook deze uh, videofilm die ik gemaakt heb met uh, de Samsung Galaxy 8. Ja, het is doodsimpel. Dat kwam ik ook op een hele, hele uh, stomme manier uh, aan. Uh, ik heb heel veel testen gedaan trouwens met die uh, duplicatiewet. Uh, dat gaat helemaal terug tot 1998 toen ik die wet vond. Hij stond ook in dit boek, dus vergeet hem niet om te downloaden. Hij is zeer interessant en iedereen kan hem gebruiken. Ja, zo simpel is het. Eh. Uh, wat moet ik er verder nog over zeggen? Um, nou, ik heb een heleboel video's gemaakt, staan op YouTube, dus je kan het in het Engels bekijken, in het Nederlands. Ik ga er ook nog een keer een video op zetten wat ik zelf aan testen heb gedaan, maar dat duurt nog eventjes. We hebben de tijd, dus maakt niet uit. Ik ben in ieder geval een van de ontdekkers, van, de ontdekkers van die natuurwet, die alles kopieert wat wij doen, wat wij zeggen, wat wij denken. En in het verleden maakten mensen daar gebruik van. Door, vooral als zij problemen hadden, en dat waren er nogal wat, want uh, dan moet je denken aan uh, problemen van ziektegevallen, mensen die uh, goederen misten, eten misten, nou, daar werd van alles mee gedaan. Het is staat in de, in de schoenen, in de, in, ik bedoel mee te zeggen, uh, ik ben er net mee begonnen, sinds 1998, en dat is een korte tijd, er zijn er mensen geweest die al veel langer hiermee bezig zijn geweest, vooral in het verre verleden. En één uh, van is Jezus Christus. En nou weet je precies hoe hij mensen kon genezen en een heel volk kon voeden. Ja, hij uh, heeft eens een keer bij uh, het meer van Galilea, heeft hij er uh, tussen de 4000 en 5000 uh, zitten te voeden met een paar broodjes en vissen. Dus nou weet je hoe dat gedaan is. Het is een beroemde natuurwet. Uh, maar niet iedereen kent die, maar jij nu wel. Je kan er uh, gebruik van maken, je kan hem gebruiken. Hij is beschikbaar elke uur van de dag. Hij werkt op locatie, dus het maakt niet uit waar je bent in deze wereld. Uh, je, wat we alleen nog niet weten, hoe we de tijd kunnen versnellen tussen origineel en uh, zijn gelijke kopie van 80%. Maar dat geeft niet, we hebben de tijd en uh, we hebben een prachtig mooie database. Dit is eigenlijk ook mijn. Uh, Wetenschappelijke boek, mijn science boek. En deze database die gebruik ik altijd, want uh, al die vrouwen die hierin staan, hebben daar betrekking mee. Ze willen ons precies leren hoe deze natuurwet werkt. Dus uh, doe je voordeel mee. Goedjes van Rudy tot nu en vergeet niet om dit boek te downloaden op watchtower.org en ik hoop je volgende keer weer te zien uh, yeah, met mijn video's. Uh, Goedjes van Rudy, vergeet niet om uh, abonnee te worden als je dit wilt blijven volgen. En tot de volgende video. Goedjes van Rudy uit Hengelo in Nederland.